Hey jongens en meisjes, welkom bij weer een aflevering van amateurvissen.nl. Ik zit hier aan de waterkant op de stek waar ik vorige keer al die losse zat. En ik dacht, ik had nog een middagje vrij vandaag. Ik denk, ik ga nog even een paar uurtjes vissen. Dus ik heb twee hengels uit liggen met horstmakreel. Eentje een beetje rechts en de andere een beetje links. En eens kijken, ik heb nu een andere montage. Dus ik dacht eens even met deze montage proberen kijken of ze dan wel willen blijven hangen, zeg maar. En dat ik die niet weer allemaal van die lossers krijg, weet je wel. Daar word ik echt helemaal simpel van. Ik dacht echt, wat kan dat zijn, weet je wel. Maar goed, ik zit nu ongeveer een uurtje, dus ik heb nog geen tik gehad. Dus ik moet hem even afwachten. Ik kan in principe tot donker blijven zitten. Het is lekker weer. Het stroomt niet te hard. Er hangt wel wat vuil aan de lijn af en toe. Voor de rest valt het wel mee. Dus het is wel te doen. Dus ik ga even lekker een kopje koffie maken. Even kijken of ik een horstmakreeltje los kan krijgen. Dit zijn er twee. Ik had er net al eentje uitgehaald. Hopla. Die is los. Haken door de staart. Zo. Deze hier. Deze bovenop. Zo. Dan kan deze uitgegooid worden. Kijken of ze aan deze montage wel blijven hangen, zeg maar. Maar ik zal even de montage een stukje laten zien, want dat is misschien wel interessant. Kijk. Ik heb hier op de hoofdlijn heb ik een stopper van de Fox Predator Stem. Oh, dat heeft ik beter. Van de Fox Predator Stem. En daar overheen glijdt die Fox Predator Stem zelf. Dat is dit stokje, zeg maar. Dit gedeelte drijft. En aan deze kant komt het lood. Zodat dit zo op de bodem ligt. En dan zit dit altijd een beetje boven het wier uit. Mocht er een rotzooi op de bodem liggen, dan trekt hij in ieder geval niet de aasvis de bodem in. En hier heb ik de aasvis met een gewone takel. En in dit geval met veel planten eraan. Maar ja, dat hebben we nu eenmaal vandaag. Ik kan er niks aan doen. En ja, daar zit gewoon met een wortel die takel eraan. De takel is niet zo lang, dus misschien een beetje kort. Maar ja, dat is dan maar even zo. En dan knallen we hem hier het water in. Kijk, dit zijn die Fox Rage Predator Ledger Stems, heten ze. Die komen per twee. Het is maar één formaat. Kijk, en hier zitten die stoppers voor die dingen. Er zitten er twee bij. En twee van die stokjes met een speldwartel eraan om je lood aan te doen. En een drijfvermogen. Kijk, en zo komt het dan op de bodem te liggen. Zie, je hebt hier het lood. Dan heb je die ledger stem. Dit drijft, houdt het een beetje boven het wier uit. En daar heb je de vis. Hè. En mijn vis die zal zo op de grond liggen. Zo. Want die drijft niet. Maar ik ben er wel over te spreken. Want ik dacht eerst van, weet je, dan heb je dit op je hoofdlijn hangen, zeg maar. Hier, weer op je hoofdlijn. En hier het lood. Ik denk, dacht ik van, ja, dan schiet die vis. Dat ik als een gewoon lood op de hoofdlijn deed. Dan schoot die vis, die schoot naar voren als ik uitgooide en het lood bleef eigenlijk op zijn plek. Dan viel daar de vis en 50 meter verderop viel het lood neer. Maar dat heb ik met deze niet. Dus ik denk dat dit wel een goed systeem is. Het enige nadeel nu nog, wat ik heb, is dat ik moet nog even mijn eigen takels maken. Want ik heb nu nog die takels van Spro. Hè. En die zijn niet zo heel lang. Dit stuk is niet zo heel lang, zeg maar. Maar hij is lang genoeg hoor, maar ik denk dat ik hier een fluorocarbon takel maak. En dan hier zo'n mooie sleeve erop ook. En dan een takel, iets langere takel van 90-honderdste fluorocarbon. Yes! Oh. Druk erop houden. Die traf gaat. Ja, mooi snoek. Mooi snoek. Mooi snoek. Niet losgaan.
even net pakken. Snel mijn net. Oh, zit op de kutte, zit op de kutte. Alleen niet slap laten. Alleen niet slap laten. Oh, niet slap laten, niet slap laten. Hup, hup. Oh, jee, jee, jee. Yes! Hoi. Huh? Dat is een flinke vangst, ja. Hopla. Oeh. Oeh. Dat is een flinke vangst, inderdaad. Even kijken waar die zit. Oh. Oh, mooi voorin gehaakt. Mooi voorin gehaakt. Zo. Een mooie. Dat is een mooie. Oh. Even kijken. Ik kan nu weer terug. Een mooie. Oh. Zo gaat hij weer. Oh. Oeh. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar kijk zo'n parasieten. Kijk eens. Zie je dat, die kriolen daar allemaal? Ja, het allemaal op die vis. Bleh. Dan liggen ze toch stijf op de bodem. Ondanks dat het redelijk warm is nog. Zo jongens, zo doen we dat. Ha! Ik zag de rechterhengel, ik hoorde niet eens de beetmelder, die ging niet af. En ik zag de rechterhengel en ik had die topje zo tik 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 tik. Net als bij een feedertop, zeg maar. Ik denk, dat moet de beet zijn, dat kan niet anders zijn. Ik denk, zal ik even wachten, maar hij zat de hele tijd zo tik 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 tik. Dus ik denk, die heeft die vis gepakt en dan heeft hij hem in zijn bek. Dan probeert hij hem los te krijgen, dat wist ik bijna zeker. Dus ik sloeg aan en ik deed even een schietgebedje, want ik denk van, oh... Als die maar blijft hangen, want ik heb hier de vorige keer zo zitten kutten, 5 keer een losser gehad of zo. Was echt niet meer leuk. Dus ik denk, als die maar blijft hangen, als die maar blijft hangen. En dat was een flinke snoek. Dat was, denk ik, een meter haalde die wel. Maar ik trok hem eigenlijk zo naar de kant, dat is een slappe vaardoek. En hier aan de kant begon hij pas te spartelen en ik probeerde mijn net te krijgen, maar dat lukte niet echt. En mijn net is te klein, dan moet ik een groter net kopen. Anyway, ik had hem dus aan de kant en daar ben ik echt zo blij mee. En hij zat helemaal onder de parasieten. Ik had denk ik wel 10, 15 parasieten hele lange op mijn onthaakmat liggen. Dus ja, dat is toch een teken dat ze stijf op de bodem liggen. Eigenlijk niet veel doen, hè. Dus het lijkt het wel op. Het is ook echt geen run of zo. Het is gewoon echt, heeft dat ding in zijn bek gepakt en is hij blijven liggen. Dus, maar ik ben blij. Koop is straf. Dus ik ben blij dat in ieder geval deze montage wel vis oplevert. Yes. Yes, yes, yes. Oh, eraf. Kut. Kut, die is er wel af. Kut, kut, kut. Kut, kut, kut. Kut, die is er af. Dat was jammer. Ik was al een beetje in het opruimen en ik zie mijn rechterhengel weer tikken. Tik, 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 tik. Precies hetzelfde, dus ik sla aan. Ik voelde hem wel. Ik denk een beetje hetzelfde formaat als de vorige, als ik zo moet schatten. Maar die ging er laatst wel vanaf, dus dat is wel zuur. Maar goed, het
Twee beten, eentje gevangen, eentje mis. Beter dan vijf mis. Ik heb de vrouw net geappt. Ik zeg, zet de frietenketel maar aan. Maar ik kan er nog niet echt een einde aan breien. Dus ik denk dat ik koude friet krijg dadelijk. Maar ja, dat is niet zo erg. Ik kan gewoon niet... Het is nog niet helemaal donker, dus... Ik kan nog even vissen. Eens even kijken naar de commentaren op de vorige video. Aardig wat de replies weer van jullie allemaal. Even kijken. Top comments. Visuals. Maat, zonder van je camera, gast. Je blijft er nog verrassend cool onder. Ja, dat lijkt zo van buiten, maar van binnen, jongen, ontplof ik helemaal omdat die camera uit water is geflikkerd. En mijn Spreader Runner, leuke video weer, man. Een mooie vangst, de balen van je camera. Hopelijk heb je nog kunnen regelen met de verzekering. Ja, dat moet blijken. Ik heb de schade in ieder geval ingediend. En ze hebben het ontvangen en ze nemen het in behandeling. Maar ja, dat is nog altijd de vraag hoeveel ze terugbetalen en wanneer. Tim Predator Fishing, wat een aantallen weer zonder van de camera. Bij de nieuwe probeert te ankeren aan de boot. Hij is op de bellyboot al een telefoon verloren. Sindsdien zit alles vast, ja. Schade en schande wordt men wijs, hè. Gerlon zegt, leuke video weer hoor, ik krijg zin om te snoeken. Ja, als ik thuis kom en ik ben de video's editen, krijg ik ook wel zin om te snoeken. KB Fishing zegt, wel zuur van de camera Tom, hopelijk wordt het vergoed. Anders even kijken voor een buitenshuisverzekering inderdaad, ja. Dat kan ook, als je een inboedelverzekering met dekking kostbrede buitenshuis, dan is dit soort dingen ook gedekt. Harry Mond zegt, zonder van de camera, mijn dochter van 10, vandaag voor het eerst op snoek gevist en ook nog ingevangen van 89 centimeter. Kijk, dat zie ik graag, hè. Altijd mooi als je met je kinderen gaat vissen en dan ook nog iets vangt. Raymond van Gurkom zegt, zuur van de camera, maar de vangsten maken het beter. Leuke video. Thanks. Goed jongens, dat was het weer voor deze keer. Ik zou zeggen, keep on fishing en tot de volgende keer.